Goedemiddag. Welkom op deze Another Hot Day in Paradise. Ja, yeah, baby, echt heerlijk. Het is vandaag zaterdagochtend en eigenlijk wilde ik woensdag al een filmpje maken om een verhaaltje te vertellen. Maar ik heb woensdag een kleine traumatische ervaring moeten meemaken. Die wil ik even met je delen. Want ik had namelijk net zoals nu ook mijn telefoon opgezet op een driepoot. En ik stond lekker in het zwembad, want met 30 graden is dat the place to be. En ik wilde mijn camera aanzetten en toen viel die uit mijn handen en ploemt zo het water in. Dus ik sprong erachteraan. Ik heb hem omhoog gehaald en de hand neergelegd. Ik probeerde nog ademhaling, reanimeren, maar helaas, hij was overleden. Ik heb hem nog even in de reis gelegd en een dag daarna naar de winkel gebracht, maar hij deed helemaal niks meer. En dat is best wel vervelend, ook omdat mijn iPhone pas 1 maand oud was. Dus dat was echt bitchin'. En dat is wel interessant wat er dan met je gebeurt, hè? Want je bent helemaal, tenminste ik was helemaal in een staat van oké, let's do it, let's make this video. En dan valt dat ding in het water en woef, weg. Weet je wel, je hoge energiefrequenties in één keer. Helemaal downhill. En dan gaan allerlei verhalen spelen door mijn hoofd. Hè? Van Marcel, ben je toch een fucking prutser? En hoe krimmen we voor elkaar? En waarom had je je camera niet goed vastgezet? Of had je niet beter op kunnen letten? Ben je toch een prutser? En waarom moet je nou per se een filmpje maken in het zwembad? En dat gaat zich helemaal ontwikkelen verder. Hè? Dan ontstaat er een verhaal. Waarom moet je überhaupt filmpjes maken? Doe eens even lekker normaal. Want wie kijkt er dan naar je filmpjes? En voordat ik wist, zat ik op de klaagtrein naar shitville. En dat is helemaal niet fijn. Want er gaan allerlei negatieve verhalen die ontvouwen zich. En dat wil je gewoon niet zijn. Dat is een hele lage energiefrequentie. En in de loop van de dag dan ging dat wel wat beter. En dacht van, ah Marcel, dat zijn ergere dingen die kunnen gebeuren als alleen maar een iPhone die in het water valt. En je gaat verder. Maar je had de achtergrond baaien nog wel een beetje. En in mijn vorige filmpje had ik allemaal tips gegeven over hoe je op een hogere energiefrequentie kon komen. Het is natuurlijk wel ironisch dat mij nou dit overkomt, waardoor ik helemaal op een lage energiefrequentie kwam. Maar dat zette me wel aan het denken van, Marcel, hoe kan ik dit nou fixen? Hoe kan ik nou die trein naar shitville gewoon stoppen en uit mijn negatieve verhaal springen en meteen boom weer naar een positief iets? Want dat is waar het om gaat. Je wilt je gedachten, je negatieve gedachten, die gaan een negatief verhaal vertellen. Er ontstaan negatieve emoties en voordat ik weet voel je gewoon, je voelt je gewoon negatief, je voelt je gewoon niet lekker. En ik had toen bedacht, van nou, ik moet dat doen door abrupt een soort stopwoordje te gebruiken. Net zoals een soort SM-spel, als het ding helemaal uit de hand lopen, dan heb je ook een soort stopwoordje. So I've been told. En dus het leek me handig om een stopwoordje te zoeken. Maar in plaats van een stopwoordje, vond ik het veel leuker om een liedje te gaan gebruiken. Gewoon een liedje om in één keer mijn negatieve gedachtentrein stop te zetten en het helemaal om te draaien naar iets positiefs. En toen kwam ik met het volgende liedje. Check this out. Hoe kun je dan met zo'n liedje negatieve gedachten blijven? Helemaal niet. Dus ik heb mezelf helemaal ingebeukt van Marcel, als je negatieve gedachten hebt, of dat jouw iPhone is die in het zwembad valt, of hè, dat je iets negatiefs ervaart, of je hoort iemand iets negatiefs zeggen, en je voelt je negatief, denk ik aan dit liedje. Dus dat hamer ik er helemaal in. En ik was toevallig met mijn vrouw fietsen deze week en we zaten op een terrasje. En ik vertelde haar over mijn Hoop There It Is liedje. En toen zei ze, dat is een goed idee. Ik ga het ook bij jou gebruiken. Want als jij weer iets vertelt wat in een negatieve gedachtenstroom dreigt terecht te komen, dan help ik jou eraan te herinneren door te zeggen Hoop There It Is. En dat vond ik een briljant idee. Want toen bedacht ik bij mezelf, je moet niet alleen voor jezelf iets bedenken waardoor je meteen die negatieve gedachten stopzet, maar je kunt het met andere mensen ook afspreken. Dus praat met je vrienden, met je vriendinnen, met je partner, met je ooms, je tante, je mental coaches, de whoever you want to talk to. En vertel ze van luister, de volgende keer als ik dreig in een negatieve gedachtenstroom te komen, of ik zeg iets wat negatief blijkt, zeg meteen Hoop There It Is. En nou hoef Hoop There It Is voor jou misschien niet te werken, maar dat is ongetwijfeld wel iets anders wat voor jou werkt, wat voor jou wel werkt. Misschien een ander liedje, misschien een stopwoord, misschien is het yo bitch, stop the fuck up. Het maakt verder niks uit. Als er maar iets is waardoor jij meteen snap out of it gaat. Dus ik hoop dat je iets mee kunt. Ik ga nog even lekker een duik maken in het zwembad. Ik ga nog eventjes verder met de feestelijke plaat. Bye bye, see you next time.